Toen ik dit zag, dacht ik, wow. En volgens mij staat het ook samen echt heel erg leuk. Hoi en welkom terug op het YouTube-kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en mij kun je kennen van mijn eigen YouTube-kanaal, namelijk Christina K. Ik maak video's over beauty, lifestyle, shopvlogs ook, over van alles en nog wat. En ik ben hier alweer een tijdje niet geweest, maar daar ben ik eindelijk weer vandaag met een shopvlog. Ik ben heerlijk bezig shoppen bij de Action zo straks. Ik heb echt van alles meegenomen. Echt van accessoires tot schoonmaakmiddelen, tot iets lekkers, tot pennen en nou echt van alles. Dus ben je benieuwd? Blijf dan gezellig even kijken. En doe ook alvast je duimpje omhoog. En abonneer je ook even op het kanaal van Action Nederland om geen enkele video te missen. En dan gaan we snel beginnen. En dan gaan we nu beginnen met mijn eerste aankoop. En hier ben ik zo excited over, jongens. Het is namelijk echt een fantastisch mooie vloerkleed. Echt toen ik dit zag, dacht ik, wow, dit is echt super mooi. Je had hem trouwens ook in een andere kleur met zwart er nog doorheen. Maar dit vond ik echt zo mooi. En ik kon me gewoon niet voorstellen dat ik dit gewoon zo bij de Action heb gevonden. De afmeting is 50 bij 80. Dus het is natuurlijk niet heel groot. Maar wel groot genoeg. Misschien leuk voor in de badkamer of een gangetje of zo. Of bij een stoel of zo. In ieder geval, ik ga er zeker wel een leuk plekje voor vinden. En deze kost €5,95. Dan heb ik ook nog iets wat echt heel erg leuk kan matchen. Ik heb namelijk deze twee kussenhoesen en die matchen gewoon vet mooi. Kijk, eentje die heeft zo'n, ja, wat is het? Het is niet echt een print, maar ja, ook een soort van een print. En deze ziet er net even wat anders uit. En de afmeting is 39 bij 39, maar ik heb wel twee binnenkussens gekocht ook. Ik heb namelijk twee binnenkussens gekocht, maar deze zijn dus 40 bij 40. En deze zijn 39 bij 39. Ik ben heel benieuwd of het gaat passen. Dus dat ga ik meteen even uitproberen. Oh, dit past prima. Oh, wat cute. En dit is hoe ze eruit zien met binnenkussens erin. Ik vind ze in ieder geval echt heel erg cute. Ik ben er echt heel erg blij mee. De kussens lopen die kosten €4,49 per stuk. En de binnenkussens die kosten €1,66 per stuk. En dan heb ik nog een kussensloop. Ik heb nu een gele. Deze is net even wat groter dan de andere. Maar leek me ook heel erg leuk bij passen bij de andere kussentjes. Deze is 45 bij 45. En deze kost €2,79. En daarvoor heb ik dus ook nog een binnenkussen. En deze kost €1,86. Dit is hoe die eruit ziet met de binnenkussen erin. Ik vind het in ieder geval super cute. En volgens mij staat het ook samen echt heel erg leuk bij elkaar. Dan heb ik nog twee make-up tasjes gekocht. Of eigenlijk niet per se make-up tasjes. Ze noemen het decoratieve tasjes. Maar ik ga waarschijnlijk make-up in doen of kwasten of sieraden of dat soort dingen. Leek me in ieder geval heel erg handig voor als ik ergens naartoe ga om het mee te nemen. Ik kon een kleur niet kiezen. Ze hadden trouwens nog veel meer leuke kleurtjes, maar ik ben in ieder geval voor Bordeaux gegaan en een donkerblauwe kleur. En wat ik dus echt fantastisch vind is dat het dus gouden details zijn en ik hou echt van goud. Misschien zie je dat ook wel een beetje aan me. En deze kostte €1,44 per stuk. En ik zag ook nog een super leuke notitieboekje. Hier staat Make It Happen. En het is een prachtig mooie roze kleur. Ik ben ook echt gek op roze. En wat ik ook zo leuk vind is dat dit gedeelte hier zo lekker zacht aanvoelt. En het is geschreven met gouden letters. Van de binnenkant is het gewoon een hele normale notitieboek. Dus je kan er van alles van maken wat je zelf wil. Je kan er een soort agenda van maken. Of een bullet journal of een dagboek of wat je ook maar wil. En wat ik ook een heel erg leuk detail vind is dat hier een hartje aanhangt. Dus hier ga ik allemaal toekomstplannen inschrijven of zo. Ik weet het nog niet. En deze kost €1,48. Ik heb ook nog iets lekkers gekocht. En dit heb ik echt nog nooit gezien en nog nooit geproefd. Het zijn een soort van mini-ijsjes. Maar uiteraard is het geen ijs. Het is echt chocola. Maar het ziet eruit als een soort ijsje. Wacht, als ik het laat zien. Wacht, ik heb het nu al kapot gemaakt. Kijk, dat lijkt toch echt op een schattige mini-ijsje. En deze is trouwens 99 cent. En weet je wat ik ga doen? Ik ga het lekker proeven, want ik heb hier zoveel zin in. Oh my god, dit is echt zo schattig. Het ziet er zo lekker uit. Oh my god, en dat mini-hoorntje. I love it. Ik ga het proeven. Ik ga ervoor. Oh, ik ga ook al mezelf. Oh jongens, dit is heerlijk. Lekkere chocola. Hier had ik zoveel zin in. Oh, dit is echt goed gekeurd. Hier aan de binnenkant zit ook iets van een witte crème in. Kan je vertellen, het is echt,
echt super lekker. Ik heb ook twee kleine flesjes met zonnebrandcreme meegenomen. Eentje met SPF 30 en SPF 50. Ik ga binnenkort op vakantie en ik neem alleen maar handbagage mee. Dus dit is natuurlijk ideaal om mee te nemen. En het was ook niet zo duur. 1,69 per stuk. Dus echt super chill voor zonnebrandcreme. En dan kan ik eventjes in ieder geval een paar dagen mee vooruit. Want ik ga wel naar de zon en dan heb je dit zeker nodig. Dan heb ik ook nog iets gekocht voor mijn notitieboekje natuurlijk. Ik heb namelijk deze super leuke mini highlighters gekocht in verschillende kleurtjes. Ik had het eigenlijk helemaal niet. En toen ik deze mini zag, dacht ik, oh ja, dit is echt tof, want het neemt ook niet zoveel ruimte in. Dus dat kan ik mooi gebruiken voor mijn notitieboek en ook mijn agenda natuurlijk. En deze kost maar 89 cent. En wat ook echt veel te schattig is, echt veel te schattig, dat zijn deze mini washi tapes. Nou, ik persoonlijk gebruik niet echt washi tape, maar toen ik dit zag, dacht ik, zelfs ik ga het gebruiken. Want het is echt in zo'n mini... hoe heet het nou eigenlijk? Alle washi tapes, er zijn er 4, die zijn ingezet in een soort mini plakbandhouder. En mijn hart was echt gesmolten toen ik dit zag. Dus ik moest het gewoon echt hebben. En het kost ook maar 59 cent, dus daarvoor kon ik het al helemaal niet laten liggen. Jongens, ik kan echt niet wachten om dit te gaan gebruiken. Ik ga het zeker gebruiken voor mijn notitieboek. Ik ben helemaal geïnspireerd door Action om wat meer te gaan plannen in mijn leven. En ik kan niet wachten. En dan heb ik ook nog afwasmiddel. Ik ben echt gek op dit merk van Action. Het is van het merk A Good Clean. Ik heb in ieder geval nu 2 afwasmiddelen gekocht. Want dat is bij mij thuis bijna op. Maar je hebt ook de allesreiniger ervan. Ook echt in zo'n handige spray. En ook een keukenreiniger en zo. Dus ik zou zeker weten er even naar gaan kijken. Want het is ook echt heel erg goed betaalbaar. Het kost namelijk 97 cent per stuk. Dus dat is echt een super goede prijs. En dan heb ik ook nog hygiëne doekjes gekocht. Dit zijn... ja, hygiënische doekjes voor je handen. Ideaal om mee te nemen in je tas. Op reis of ook thuis om te gebruiken. En dat weten we nu meer dan ooit. Hoe belangrijk het is om handen goed schoon te houden. Dus dat gaat er zeker bij helpen. Maar dat kan je ook ergens anders voor gebruiken. Hier staat ook dat je het voor de wc kunt gebruiken. Voor de auto, speeltuin, tafel of in OV of zo. Dus dat is ook echt is gewoon top. Dit moet je gewoon bij je hebben. En deze kost 99 cent. En zoals ik al zei, ik ga binnenkort op vakantie. En het is natuurlijk zomer. Ik heb een fashionista zonnebril gekocht. Ik heb ook geen idee hoe het staat. Ik had het niet heel goed kunnen zien. Maar ik dacht, nou, dit ziet er wel echt uit als iets wat ik zou dragen. En this is it. 2,99 is het. Oh, ik heb een spiegel. Oh, maar dat is echt top. Ik voel me echt een fashionista. Wat vinden jullie jongens? Laat even in de reacties weten hoe het staat. Ik vind het echt top. En wat ook super leuk is, hij heeft zo'n gouden detail hier aan de zijkant. En ik ben helemaal all about gold. Dus ik vind het echt top. En echt een hele goede prijs. Om het in te bewaren heb ik dit gevonden. En dit is dus echt fantastisch. Dit is een soort envelopje en je gaat hem helemaal uitvouwen. Wacht, ik haal hem er weer even bij. En dan kan je hem dus zo opbergen. Fantastisch! Dit vind ik zo een uitvinding. Dat is echt niet normaal. Want als je dus de zonnebril eruit haalt, dan kan je hem weer in elkaar klappen. Dan is het gewoon super klein. En dan kost het ook niet zoveel ruimte in je tas. Dus ik vond het echt fantastisch. Je hebt het ook in andere kleurtjes, ook gewoon zwart. Maar ik ben voor een zebraprint gegaan. En deze kost €1,49. En dan heb ik nog een zonnebrilhoesje. En deze vind ik ook zo mooi. Dit is ook echt helemaal mijn ding. Het is een soort nep krokodillenleer. Helemaal shiny. Eigenlijk ja, ik heb er niet zo heel veel over te zeggen. Behalve dat je dus je bril hierin kan doen. En dat het er leuk uitziet. En deze kost ook maar 99 cent. Dus echt een koopje. Dan heb ik nog 2 paar oorbellen gekocht. En oh, dit vind ik zo leuk. Wacht, ik haal het even uit de plastic. Kan je het beter zien. Dit is in ieder geval de eerste paar. Zoals je ziet, het heeft weer gouden details. En ik vind het echt super leuk. Deze was maar 99 cent. En deze trouwens ook. Oh, dit vind ik zo leuk. Gewoon net even wat groter. Ook weer met gouden details. Maar dit vind ik ook heel erg leuk. Ik zou niet eens weten hoe ik dit zou moeten noemen. Een soort marble-achtig, maar dan ook weer helemaal niet. Ik weet niet. Ik heb gewoon helemaal zin om dit te gaan dragen. Maar deze kost dus ook 99 cent. En dan heb ik ook nog een paar slippers gekocht. Ik vond het echt super leuk. Deze, ja, het voelt alsof het echt heel erg comfortabel is. En het is gewoon een hele simpele teenslipper. Maar dit allemaal maakt het toch dat het wat minder simpel eruit ziet. Ook met de groene kleur. Een soort wel wat stofje hier.
beetje shiny, maakt het toch net even wat chiquer of zo. En ik heb hem gewoon in mijn eigen maat gevonden. Ik heb nog geen idee of het goed past, ja of nee, want dat heb ik nog niet gepast. Maar ik denk dat dat wel goed moet komen. En ik weet niet, het voelt gewoon lekker zacht en het ziet er gewoon echt heel comfortabel uit. Dus deze ga ik ook lekker meenemen op vakantie. En deze kostte €2,99. En dan heb ik nog een riem gekocht. Zoals ik al zei, ik ben echt een goldie. Maar ik vind zilver dus ook heel erg mooi. En ik zag dit. En dit is dus een riem met een heerlijk velvet stofje en wel een zilveren gesp. Maar soms vind ik zilver dus beter staan bij sommige outfits. En daar heb ik gewoon heel erg weinig van. En ik zag deze en ik dacht, oh, dit is echt iets. Het ziet er echt uit alsof dit iets is wat ik nog in mijn collectie mis. En dit is eigenlijk gewoon een hele simpele riem. 85 centimeter. Maar je kan natuurlijk altijd gaatjes erbij maken. Dus je kan hem echt als een soort taaieriem gaan gebruiken. Dat doe ik namelijk altijd. Ik maak altijd gaatjes erbij. En ja, het is gewoon eigenlijk een hele simpele riem. Maar toch heel erg leuk. En ook iets wat ik nog niet heb. En deze kost €2,49. En dan als laatste heb ik twee mega leuke mandjes. Het leek mij heel erg leuk om hier plantjes in te doen. Dit is normaal gesproken niet echt een plantenbak. Maar in ieder geval, ik ga het voor plantjes gebruiken. Thuis heb ik enorm veel planten. En we hebben eigenlijk altijd plantenbakken tekort. Dus ik heb een kleinere. En dit is, welke afmeting is dit? Dit is 21 bij 23. En deze kost €3,95. En de grote kost €5,95. En de afmeting is 24 bij 29. Nou, echt fantastisch. Ik vind ze super leuk bij elkaar. En ik kan echt niet wachten om te zien hoe het eruit ziet als ik ook echt plantjes in ga doen. Ik zit echt om me heen te kijken. Ik weet niet eens wat mijn favoriet is. Ik heb zoveel leuke dingen. Ik vind bijvoorbeeld de zonnebril heel erg leuk. Ik kan echt niet wachten om het te gaan dragen. Ik voel me echt een fashionista, zoals ik al zei. Maar ik vind de kussens dus ook heel erg leuk. Deze, oh my god. Ik kan echt niet wachten om het op mijn bed neer te leggen of op de bank of zo. Ik weet gewoon niet wat mijn favoriet is. Ik heb zoveel leuke dingen. Dus laat me even weten bij de comments wat jouw favoriet is. En jongens, dan wil ik jullie nu heel danken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Abonneer je even op het YouTube kanaal van Action Nederland als je dat nog niet hebt gedaan. En zo mis je natuurlijk geen enkele upload. En ik kom binnenkort met nog een shoplog. Laat een leuke reactie achter en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!